Bijbabbelen met Menno. Bijbabbelen met Menno. Het nieuwe jaar is bijna begonnen en ik ben er klaar voor. Ik heb dit jaar één goed voornemen, dus dat is lekker overzichtelijk. Laat nooit meer je fietssleutels in je fiets zitten. Het moest er een keer van komen. Noem het verstrooid, noem het ongelooflijk stom. Maar ik ben zo'n knuppel die het afgelopen jaar regelmatig het huis overhoop heeft gehaald op zoek naar mijn sleutels. Om ze uiteindelijk te vinden op de plek waar ik ze voor het laatst had gezien, in mijn fietsslot. Het is tientallen keren goed gegaan en dat is op zich al verbazingwekkend, want ik woon niet bepaald in Upstate Blaricum. Ik woon in Amsterdam-West, dus je zou verwachten dat dit een buitenkansje is voor crimineel straattuig. Blijkbaar blokkeert er iets in dat criminele breintje als een fiets gewoon van het slot staat. Of misschien scoor je gewoon geen punten bij je vrienden als je aankomt rijden op een herenfiets met een kinderzitje. Kortom, de combinatie stomme actie en Amsterdam-West is fietstechnisch superveilig. Maar gisteren stond ik met de Winter Snowshow in het Comedy Theater Hartje Centrum van Amsterdam. En toen ik hem wegzette, was ik toch echt broodnuchter. Een paar uur later, en inmiddels iets minder broodnuchter, was ik weer mijn sleutels kwijt. Ik loop naar buiten en inderdaad, ze zaten in mijn fiets. Alleen die was weg. The usual suspect is dan een junk. In dat geval heeft één verslaafde dit jaar dankzij mij een mooi kerstpakket. Ik ben geen Peter R. de Vries, maar ik vermoed een ander scenario. Dit ligt te veel voor de hand, is veel te logisch, dus dat kan niet gebeurd zijn. De crime scene was een plekje recht tegenover de glazen pui van een hip restaurant. Bij de ingang stond ook nog de hele avond zo'n brede bouncer. Dus mijn fiets werd beter in de gaten gehouden dan Badr Hari op het Leidseplein. Mijn theorie? Net voordat ik naar buiten stapte, nam een andere jonge vader licht beschonken afscheid van zijn vrienden. Hij had waarschijnlijk haast, want jonge vaders denken dat hun vrouw spontaan geil wordt als man lief midden in de nacht dronken naast ze komt liggen en de magische woorden in haar oor lispelt. Hé, schatje, je bent zo lekker poppie, hè? Want zoals iedere man weet, de beste aphrodisiac is de geur van verschraald bier. Goed, de man staat buiten, voelt in zijn zak niks. Waggelt richting iets met een kinderzitje en denkt, ah, het was weer eens zover. Hij zich op de fiets, denkt nog, ik moet dat zadel toch een keertje lager zetten en fietst weg. Een eerlijke fout, want alle heren fietsen met kinderzitje lijken op elkaar. Het zijn net Chinezen. Waarschijnlijk is er ergens nog wel even een punt geweest dat hij dacht, hey, klopt dit wel? Een beetje frisse lucht doet dat met je. Waarom kan ik niet bij de trappers? En hoe kom ik opeens aan een Jip en Janneke fietsbel? Het is geen kwaaie wil, maar het erge is, ik weet zeker dat mijn fiets nu ergens voor een deur staat en dat er nooit meer op gereden wordt. Omdat diezelfde kerel vandaag nuchter op zoek gaat naar zijn eigen fiets. En denkt, kak, hij is weg. Ik heb zeker weer de sleutels in het slot laten zitten. Dus als je in het nieuwe jaar ergens in Amsterdam een verlaten zwarte herenfiets ziet staan met een kinderzitje, laat het mij dan even weten. Maar heb vooral een fantastische oud en nieuw. Dan kom ik in 2013 gewoon weer gezellig bijbabbelen.